Hallootjes en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga jullie even een update geven over ons appartement. Oké, ik weet even niet waar ik moet beginnen. Niek heeft een contractding getekend waarvan hij dacht dat de reservering was, maar nu zetten ze dat in als soort van een ARAS. Achtig iets. En onze advocaat die wil wat dingen wijzigen in dat contract. Want er is een risico dat de gemeente Valencia het appartement kan opeisen. Omdat het vroeger sociale huur was. Dus dan bestaat het risico dat ze dat weer kunnen claimen als sociale huur. Ongeacht dat het nu niet meer is. Dus nou ja, dat soort dingen. En het staat alleen op naam van Niek. En het moet op ons allebei onze namen komen te staan. Dat soort dingen. En ze houden voet bij stuk dat ze dus niks willen wijzigen. Zo van nee, jullie hebben getekend. En go F yourself, zeg maar eigenlijk. Maar goed, ja, daar kunnen wij natuurlijk niet mee akkoord gaan. Dus ja, onze advocaat is nu over en weer aan het mailen met ze en zij willen eigenlijk helemaal niks erin doen. En we moeten vandaag, dus geld overmaken. En ja, we hadden daar 72 uur voor en dat is dus inmiddels voorbij. En ik heb dus geen idee wat er gebeurt als we dat dus niet op tijd doen. Dus ja, het is vreselijk dit. Het is weer echt een beetje van wie gaat er toegeven en wie niet. En gaat het klappen of wie niet. Of niet. Ja, het is even een klote situatie. Maar goed, we gaan het zien. En ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. En anders moeten we weer door naar een ander appartement. Dus dat is ook. Nou, dit is ook Spanje. Niek is net bij het schoolplein Nieve gaan ophalen. Het zat een beetje chaos met de auto's daar en zo. En er reed dus iemand tegen zijn auto aan. En nou goed, uitstap, schadeformulier en zo. En toen wilde hij dus gaan ondertekenen. En toen ging hij dus even goed kijken wat ze had ingevuld. Had zij dus ingevuld dat hij tegen haar was aangereden. Echt zo. En dus hij zegt, nee, jij bent tegen mij aangereden. En toen ging ze helemaal flippen. Ja, nee, jouw mening tegen mijn mening. En ja, bekijk het dan maar. Toen was ze in de auto gestapt en weggereden. Maar onze auto heeft dus schade. En die auto van haar had dus niet zoveel. Maar ja, dit is super dom. Want er zijn gewoon allemaal camera's bij de school. Dus wij kunnen gewoon die camerabeelden opvragen. Gaan we ook doen. En dan heb je gewoon die camerabeelden. Kun je gewoon naar de politie gaan in wezen. Maar ik snap echt af en toe die attitude hier niet. Het is zo dom. Je zit met z'n allen op één school. En dan ga je gewoon... Fuck you! En ik ga gewoon even YOLO kijken wat er gebeurt. Of ik op mijn weg kom. Helemaal lijp. Echt waar. Ongelooflijk. Goedemorgen. Ik ben een beetje ziekjes vandaag. Helaas. Het is altijd een beetje gek met zulk weer. Toch altijd de neiging nog steeds om naar buiten te willen. Ook al is het hier vaak genoeg zonnig. Maar ja, ik ben een beetje grieperig. Gelukkig is het vandaag vrijdag. Op vrijdag ben ik altijd vrij. Dan doe ik wat content dingetjes en zo voor mezelf. Maar vandaag ga ik even uitrusten. En ja, daarna moet ik denk ik weer een Nurofen erin gaan stoppen en door. Want we gaan straks het ARAS-contract tekenen van het appartement. Dus echt veel tijd om uit te zieken heb ik niet. En Niva heeft ook een feestje. Maar ja, ik ga gewoon zitten met een colaatje. En hopelijk steek ik niemand aan. Maar ik moet toch door. Nou, we zitten even bij de McDonald's als tussenstop. Dan kan Niva even wat eten. En dan gaan we daarna door om te tekenen voor onze ARAS. Wat is er? Oh, je zit hier. Lekker privé huisje dit. Niek wacht even op het eten en dan kunnen we door.
hebben de ARAS getekend. Alleen we moesten per se naar het kantoor komen omdat de verkopende partij er ook zou zijn om te tekenen. Maar die was er dus helemaal niet. Dus we hadden net zo goed dit documentje gewoon in de mail kunnen krijgen en dan kunnen tekenen. En nu zijn we dus voor niks helemaal Valencia Centrum ingereden en hebben we ongeveer een half uur erover gedaan om een parkeerplek te zoeken. Maar goed, het is getekend. Dus nu hopen dat zij ook hun handtekening gaan zetten. En dan is het ARAS gedeelte is dan rond. Dus, en nu is het 7:15. Je zit even in mijn achteruitspiegel. Ik moet even mijn telefoon weg. Nu is het 7:15 en nu gaan we naar een verjaardag. Hennifa? Je gaat het you will be that day. Ja, we zijn hier een keer eerder geweest in Oceanographic en dat was in augustus ergens. Dat is de end. En dat was echt ongelooflijk druk. Ja, liever, ik zie het. Dat is echt ongelooflijk druk. En nu is het november. En je ziet het. Het is gewoon prima te doen. Dus mocht je naar Oceanographic willen, dan zou ik zeker aanraden om in november te gaan. Of oktober, maar in ieder geval buiten de vakantieperiodes, zeg maar. Want dan is het gewoon prima te doen. En het is ook gewoon hartstikke lekker weer. Dus ja, zou ik dat kiezen. En Niva die is het meest geïnteresseerd in de speeltuinen. Dus alle vissen en dolfijnen en zo is allemaal ik geloof het wel. Maar het gaat voornamelijk om de speeltuinen. Dus we hadden net zo goed wat anders kunnen doen. Dat is ook lekker. Gelukkig hebben we de tickets gehad en hebben we er niet voor betaald. Maar ja. Lieve. Tortugas, adios. We gaan het even proberen. We zijn even een filmpje aan maken. Oké, hallo. Hallo. Vandaag gaan we naar school. Kom op mama, wij moeten rijden. Ja, maar je kunt niet filmen en rijden tegelijk, liever. Dan moet ik eerst even mijn camera neerleggen. Waarom? Nou ja, zeg. Oké, ik ga zo rijden. We gaan Niva even naar school brengen. Niva is heel ongeduldig. En Nick die is even 2 dagen in de UK. Dus we zijn even met z'n tweeën, Niva. Wat een boef ben jij. Je hebt je bodywarmer weer aan, je schoolbodywarmer. Laat het zien aan de mensen. Je schoolbodywarmer. Het is weer bodywarmer tijd. Ik ben ook lekker in mijn bodywarmer. Ik heb mijn UGG weer aan. Want het is, even kijken hoe koud het is. 10,5 graden. Dus frisjes, heel frisjes. Maar gelukkig is het vanmiddag weer 20. Dat is ook Spanje. Nou, hallo, goedemorgen. Zoals ik in eerdere vlogs heb verteld, is de gasleiding niet goed. En daar zijn ze vandaag aan begonnen om die te vernieuwen. Kijk, ligt hier allemaal troepjes en zo. En het gaat helemaal zo van hier, door deze muur,
Gaat het nou? Oeh, wat loopt hier voor beest? Hopelijk geen kakkelak. Nee, een motje. Oké, beter. Prima. En dat gaat zo hier en dan helemaal zo naar buiten. Langs de oprijlaan ding. Zo naar de straatkant, naar daar. Anyways, deze mannen komen binnen om 9:30. Denk ik. Nu net klopten ze aan en zeggen ze, ja, we gaan even eten en even een biertje drinken. En het is 11:00 nu. Oh, Spanish life. Zalig. Ik wil naar school, maar ik vind het te groot. Je gaat naar school vandaag, hè? Liar! Dit is aan de kikker, aan de die. En aan die. Het is vandaag donderdag en... Vrijdag? Nee, het is donderdag. Ik heb nog 2 dagen naar school. En we zijn bij school. Het is een beetje vroeg. Maar ja, ik was alleen vanochtend natuurlijk. Dus ik was wat vroeg opgestaan. En ik moet zo ook nog door naar het ziekenhuis. Omdat ik even mijn oog moet laten controleren. Maar het ziet er eigenlijk al een stuk beter uit. Mijn oogontstekingsoog. Wat ben je aan het doen, Boef? Gaat het goed? Heb je zin om naar school te gaan? Ja. Ja? Het is wel koud, hè? Kijk, dat is het. Zullen we even kijken hoe koud het is nu? Het is nu 10 graden. Oeh, koud. Dat is koud, hè? 10 graden. Brr. Nee. Wat is er aan de hand? Als ik hier mee zo te naar heb, ik het overal. En ik ben lekker. Nee, maar ik ga jouw tas halen, oké? Okay? We zijn niet van de tas vergeten, we staan nu bij school. Ik ga hem toch halen? Ik ga hem toch halen, komt hem wel goed. Don't be sad. Komt goed. Nou, ik kan dus weer terug om Niva de rugzak op te halen. Ik ging eerst, moest ik gelijk door naar het ziekenhuis, maar ja, dat ga ik nu niet redden. Dus ik heb de afspraak verplaatst naar dinsdag, want ik twijfelde sowieso een beetje, want mijn oog gaat wel weer iets beter. Dit is wel weer echt een Nederlandse attitude, afwachten. Maar ja, goed, als het iets beter gaat, dan denk ik van, laat maar even gaan. Want ik heb geen zin om weer antibiotica te krijgen, want ik heb natuurlijk al zoveel in het ziekenhuis gelegen de afgelopen 2 jaar. Als ik nu weer antibiotica krijg met de hoeveelheden die ik al gehad heb, dan straks als ik echt een of andere infectie heb die dodelijk is, dan kan ik geen antibiotica meer krijgen, want dan ben ik resistent geworden of zo. Zoiets zie ik al helemaal gebeuren. Dus ik ga niet naar het ziekenhuis, maar ik ga even heen en weer rijden om Niva de rugtas af te leveren, want zit ook de ballettas zit erin, alles zit erin, dus het is gewoon een beetje sneu. En we hadden samen een snackbox gemaakt. Voor haar had ze helemaal meegeholpen. Dus nou ja, zo heb ik weer even extra ritjes te pakken. Van ons huis naar de school is ongeveer 1 minuut of 17. Dus het houtje van de straat. Misschien even kijken of ik nog een leuke podcast of zo kan vinden. Zo, daar zijn we weer. Ik ga eerst maar even een kopje koffie zetten voordat ik weer terug ga, denk ik. En wat staat hier? De boosdoener, de rugtas. Ik ga hem maar gelijk even brengen, denk ik, als eerste. Want die was vrij overstuur. Het is nu wat kouder en iemand hier is niet in een good mood door het weer. Kwaad door, zeg. Angry cats. Goedemorgen allemaal. Ik ben onderweg naar Buriana. Dat ligt net iets buiten Valencia stad. Dus ik moet even een stukje rijden. En ik ga vandaag kijken bij een kwekerij. Die hebben oranges, sinaasappels, mandarijnen en ander lekker fruit. Wat ze ook niet bespuiten. Dus ik ben echt heel benieuwd. Leuk om een keer hier in de buurt ergens te gaan kijken. Het leuke is ook, ik zag online dat je de producten kun je bestellen in Nederland.
En je kan ook een abonnement nemen met bepaalde dozen en zo, dat je zoveel afneemt per maand. Dus ik ben heel benieuwd, want ik zag al heel veel positieve berichten voorbij komen van influencers en zo, dat ze er echt helemaal weg van zijn. En het is natuurlijk een voordeel dat ze niet bespoten zijn, maar ook een voordeel dat ze gewoon lekkerder zijn dan de Nederlandse supermarktmandarijnen. Dus exciting! Zoals ik al zei, is alles ecologisch bij deze boerderij. Dat betekent ook dat ze dus niet het onkruid weghalen wat er groeit. Want ze gebruiken ook geen bestrijdingsmiddelen. Dus het onkruid dat laten ze staan en dat zorgt eigenlijk voor een goed ecosysteem. Dus eigenlijk is het win-win. En hier zien we de kleine mandarijnenboompjes. Deze boompjes zijn ongeveer 3 jaar oud. Dus die moeten nog even groeien voordat ze goede grote mandarijnen kunnen afgeven. Vrijdag is oogstdag en deze mandarijnen komen echt vers van het veld en worden hier geselecteerd. Want alleen de beste mandarijnen gaan natuurlijk in de doos. En op het moment dat ze in de doos zitten, dan worden ze eigenlijk klaargemaakt om te verschepen naar Nederland. En op zondag wilde Niva eventjes lekker naar de speeltuin, dus we gingen even chillen in het Touria Park. How you learn, they never taught love. You keep it peaceful and equal, I'm used to wars, love, hard love. I'm used to drama, got a list of bad exes. Plus I got a baby mama, damn. Still you keep it solid, damn, put that on my mama, damn. Way you build me up, you probably add an extra comma, damn. Accommodation, destination, run into a flight. We ain't never coming back, I hope you didn't pack light, god damn. You should run away to a brighter day. Pack a bag, cop a couple tickets, hopping on the plane. Hit a different country with each other, change your last name. Dit is dus hoe een dagje in het Touria Park eruit ziet eind november. Dus je kan het slechte treffen, jongens. Het is in december trouwens best wel druk. Dus ik heb niet altijd een vlog klaarstaan elke week. Maar als jullie de notificaties, dat belletje aanzetten, dan zie je sowieso wanneer ik een nieuwe vlog upload. Dus dat zou ik even doen. En ik probeer regelmatig wat te uploaden, maar het wordt echt even een terrormaand. Dus bedankt voor het kijken in ieder geval. En stay tuned. Als we niet overspannen zijn, dan zijn we weer terug binnenkort. Shepherds that I want you all on me, loving all on me, touching.